Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Wij gaan vandaag een anti-slip cursus doen. En ik heb er zin in. Timo doet ook mee, die zit in de auto achter mij, in zijn eigen auto. Ik zit ook in mijn eigen auto. Dus we moeten nou even naar Den Bosch rijden, we zitten nu op de snelweg. Dus ik zal filmen als we er zijn. Dus het wordt leuk. Nou, het eerste uur is voorbij en we gaan nou, we hadden een beetje uitleg gekregen en zo en ervaringen delen. We gaan nou op een droge baan gaan we remweg oefenen en dadelijk ook op een natte baan. Dus let's go! Nou jongens, we staan in de rij te wachten. Iedereen gaat nou één voor één. Ik zie er echt belachelijk uit met de aan, maar dan kunnen we wel lekker mooi filmen en dan hoef ik mijn handjes niet te gebruiken namelijk. Dat is ideaal. Dus Timo staat voor mij hier en hij gaat dadelijk rijden en dan moet je daar zo ergens slippen. Tenminste, slippen. Gewoon een noodstop maken en dan zo hard mogelijk remmen gewoon. Dus dat gaan we even doen. Ja, Timo hoor. Ja! Oké. Heel hard trappen, heel hard trappen. Eventjes zo'n klein bocht. Helemaal eromheen. En dan naar rechts aan deze kant van de kilometer. Ja. Oké, nog een keer met de test. Daar gaat Timo weer hoor. Daar gaat hij hoor. Nou mensen, de volgende opdracht. We moeten nou met 40 aankomen rijden. En dan, normaal moesten we rechtdoor. Maar nu moeten we dus een bochtje. En dan zegt hij rechts of links. En dan moet het goed komen. Dus gaan we nou doen. Nico! Nog een keertje nu met 45-50. 45-50. Ja? Ja, is goed. Timo, hij gaf weer die melding, maar hij is nu ook alweer weg. Zag je dat? Ik ging de verkeerde kant. Maar hij ging zo laat. Ik had geen zin om rechtdoor te rijden. Wat deed jij? Ging jij de verkeerde kant? Nou, goeie jongen. Oh, bij mij ging die wel lekker. Maar ik krijg dus af en toe een motorolie, omdat je zo hard remt dat al die olie naar voren gaat. Ja, dan zal die natuurlijk wel... Ja, bijna leeg. Ik ga hem vanavond even aanvullen misschien. Zei die gast ook al. Dus waarschijnlijk ligt het daaraan. In ieder geval, nou moeten we met 40-50. Of tenminste net als 40. En nou met 45-50. Dus komt goed. Komt ie weer. Met die Volvo, nee, jouw wiel staat nog zo, maar je kwam eraan met die Volvo, zijn wiel stond zo. Huh? En wat wij hier willen proberen te laten zien, als jij met 120 km per uur de snelweg rijdt en de file voor je gaat ineens stoppen, dan moet je er langs. Ja. Dan wil ik dus dat je vol in remmen gaat en dit doen, want dan kan je er tussendoor. Maar als je alleen gewoon helemaal zo. Ja, gewoon zo en zo. Dat is genoeg uitslag voor je. Oké. Want... Nou, dat ging nog best wel goed. Alleen het is een beetje tegenstrijdig wat hij net zei tegen mij, want hij had het erover dat ik nog verder met mijn handen moest draaien. Maar stel je gaat dan toch botsen, denk ik dan weer, dan klapt die airbag, klapt
in je arm en dan zijn ze alsnog kapot, zeg maar. Dan heb je nog veel pijn en misschien wel gebroken eventueel. Dus ja, maar ik heb de pionnetjes niet geraakt, dus dat was alleen maar goed. Nou moeten we ze daar neer gaan zetten, de auto's weer. Dus ik weet niet waarom allemaal iedereen moet daar. Maar ik ga daar niet eens heen rijden, ik ga gewoon afsnijden. Nou mensen, nou gaan we precies hetzelfde doen, alleen dan op de natte baan. En dan gaat het wel glijden, denk ik. Dus lachen! 3, 2, 1, go! Oh! Daar gaat ie, hoor. Komt ie weer. Gaan we 40 rijden. Komt goed. Hoppakee, en stil staat ie. Ik had mijn raam niet dicht gedaan, godverdomme, daar zit water in mijn oor. Hey jongen, daar mag jij. Hij staat al aan, ja? En nou, wij zijn aan de beurt. Moet je komen dit, hè? Kijk, en... Wij gleden je best verder. Oké. Rampje open, keren. Ik kan deze matje weer goed leggen, zie je daar? Ja, alweer. Nog maar 40. Oh. Ah, heftig, man. Is al ziek op zich. Lekker slippy. Nou, jongens, de laatste keer. Gewoon rechtdoor. Daarna moeten we weer zo'n bochtje, net zoals bij die andere net. Nou kunnen we 50 rijden, dat deed ik net ook al, maar net schuifde ik gewoon zo helemaal door naar de andere kant van de mat. Fucking grappig, dus we gaan het zien. Zie ik, helemaal de andere kant van de mat. Ook voorbij de mat. Nou mensen, we zijn nu bijna aan de beurt. We moeten nu een soort S-bochtje maken. Moeten we, en dan vol een bak rem ook. Hè. Dus, maar omdat je dan ABS hebt, dan slaan je remmen niet dicht, zeg maar. Alleen eentje heeft dus geen ABS. Dus dat is een leuke uitdaging voor hem. Helemaal de lul, jongen, dit. En ja... Hij is nou de pionnen weer goed aan het zetten, want hij is ze net omver gereden. Oh joh. Het is maar goed dat mijn raam dicht is, want... Nou, Timo heeft lekker pionnetjes omgereden. Lekker, jongen.
We mogen nou nog één keertje ja, zo slippen, zeg maar. Of tenminste, zo sturen. Dus een S-bocht, wat ik net ook zei. En dat deden we twee keer met 30 km per uur. En, maar dat is wel leuk om te doen. Alleen ja, Timo reed het pionsje omweg. Daar gaan we. Netjes. Dat ging wel lekker, jongen, die laatste van jou. Ja, jongen, ik kan het wel. Nou, we gaan nou nog een soort van ja, wedstrijdje, wil ik niet zeggen. Maar eigenlijk een soort van competitie. Je komt met 30 km aanrijden. En dan moet je gewoon hard remmen. En dan moet je zo dicht mogelijk stilstand staan bij deze pionnen. En wie het dichtst bij het, uiteindelijk die het gewonnen. En als je hem onver rijdt, ben je af. Ja. Gaan we. Nou. Nou. Ja, sorry, maar... die meneer, dat scheelt zo'n stukje. Oh. Heel erg goed, heel erg goed. Zet hem er maar achter, ik ga zo het hek voor je open doen en dan gaan we lunchen. Dat is goed. Dat is helemaal het einde zo, hè? Ja. Dit is echt zo goed. Hij vindt het helemaal kut dat ik zo stuur, maar ja, joh. Anders is het gewoon kut. Je pakt hem wel gewoon vast, maar... Oh, jammer joh, Timo. Die van mij zat er echt maar een aantal centimeter vanaf. Ik ga dan veel te hard op de bocht dan, om de bocht te kunnen maken. Hier. Je mag nou op. Stop die maar. Jij hebt aan de linkerkant van je, heb je een aantal deuren. En bij een van de deuren staat een viertje op. Een keer. Dan moet je achteruit voor. Achteruit en dan met neus die kant aan. Achteruit voor.